Ik ben hier midden op de oceaan gedropt zonder eten, drinken of menselijk contact. En als je niet weet waar je mee bezig bent, kan je er wel maanden tot jaren blijven ronddobbelen op een van de meest onvoorspelbare en gevaarlijke gebieden op aarde. En dus moeten ik en mijn grote kameraad Jurre ons uiterste best doen om zo snel mogelijk bij de bewoonde wereld te komen. Want ja, anders kan dit avontuur heel slecht voor ons eindigen. Heb je zin in, Jurre? Eigenlijk niet. Ik hoop dat de wind ons een beetje mee gaat helpen. Shit, waar zijn we mee bezig, bro? Jup, dat hoor je goed. We hebben de wind nodig om onszelf te verplaatsen over het water. Want ja, het meest dichtstbijzijnde en misschien bewoonde stukje land is echt 15 kilometer van onze boot verwijderd. Alright, zoals je ziet zweet ik me echt helemaal dood en we verbranden hier. Dus het eerste wat we gaan doen is een shelter maken. En gelukkig is deze boot gevuld met wat bouwmaterialen. Zoals dit plastic zaal, spijkers, een hamer en zelfs een zaag. Alright, het dak zit erop, maar met de eerstkomende windvlaag vliegt hij er gewoon af, dus we zetten het even vast. Hoppa! Tja, je moet je beseffen, als we geen schaduw creëren op deze boot, zouden we door de heftige UV-straling gebakken garnaaltjes kunnen worden. Omdat er letterlijk geen enkele plek is op zee waar schaduw is. Het dak zit er officieel op. Dit begint er al net even wat beter uit te zien. Oké, we zien nu dat onze boot aan het lekken is. En dus ga ik even een klein bakje maken waarmee we het water eruit kunnen scheppen. Ja, helaas is deze boot geen super dure jacht. Maar juist een oud halfzinkend crackbootje zonder motor. Dus moeten we tijdens dit gehele avontuur scherp blijven op het feit dat hij niet onderloopt met water en dus zinkt. En dus gebruiken we de eerste dag vooral om de boot up te kreden met bijvoorbeeld een normale slaapplek. En een simpel raampje tegen zeeziekte, zodat we het risico verkleinen op braken. Wat kan leiden tot ernstige uitdroging. Maar gelukkig om die gezondheidsrisico's een beetje te voorkomen, hebben we een aantal handige tools meegenomen. Zoals een speergun met duikequipment, een primitieve vishengel, een SOS-geweer en een aerofles. Dit is het enige water wat wij hebben. Eén aerofflesje. Dus we moeten... Hier. Nee, dat is mijn water. Dat hier. Is van mij. Oké, we moeten geen ruzie maken. We moeten dit even goed delen. Eén watertje. Maar het watertje heeft tenminste wel een lekker smaakje. Erup, geweldig. Zelfs hier is erup te vinden, dames en heren. Tja, voor als je het nog niet wist, de komende dagen gaan we waarschijnlijk droog, smaakloos eten of drinken binnenkrijgen. En daarom is erup perfect voor dit avontuur, omdat we deze fles kunnen vullen met bijvoorbeeld regenwater en dat we vervolgens kunnen opzuipen met een lekker smaakje door middel van de geurpot die erop zit. Alright, dit is heel nice, want als hier water in komt, kunnen we het gewoon opzuipen, want regenwater is drinkbaar. Alright, onderdak, een slaapplek en drinkbaar water hebben we nu afgevinkt van de menselijke basisbehoeftes om te kunnen overleven. Alleen mist er nog één onderdeel, namelijk voedsel. En ja, wat is het enige voedsel in het gebied? Vissen. Alright, we gaan even de onderwaterwereld discoveren. Wat zit hier onder? Het is gewoon donker onder mij. Ja? Het is zo diep. Ja, ik weet niet wat het is, maar diep water word ik echt enorm angstig van. Ja, hier staan vissen. 3, 2. Hey. Ja, we willen puur even checken of hier überhaupt vissen zwemmen. Zodat we later zeker weten dat we niet voor Jan Lul gaan vissen met onze primitieve vishengel. Vis je gespot? Een paar. Degene die ik heb gezien, die zijn echt zo. Dus als je hoeft maar één keer eentje te vangen, heb je gelijk goed eten. Dat is goed om te weten. Oké, we waren nu ongeveer 3 uur bezig en opeens kikte de angst in. Want als je ergens machteloos bent, is het wel op zee. De windrichting zou kunnen draaien waardoor je talloze kilometers van de kust afdrijft. Er kan een reusachtig beest onder je bootje zwemmen. Je zou meegenomen kunnen worden door de stroming. Al met al, je bent echt compleet machteloos tegen deze immens grote blauwe vlakte. We moeten zo ook maar even peddelen. Anders komen we er nooit. Nee! Hey, die peddel! Red de peddel, red de peddel! Oh, ik heb zo het water ingeslikt. En, gevangen? Er zit niks aan. Helemaal niks? Nog niks. Maar ik ga door. Kom op man, hoe de fuck wil dat touwtje, domme touwtje, gaan werken? Eerlijk? Komt-ie! Als jij iets vangt, jongen, dan eet ik mijn eigen pikkel. Ja, ik heb één. Ja? Ja? Oprecht? Oh, ik voelde echt wat. Nee joh. Ik voelde oprecht, hij was ineens zwaar. Kom, hij is op dan. Ben je legit? Ja. Ja, ben je legit? Oprecht. Ja. Jij lul. Denk ik echt. Nope, hij is weg. Oh, ik had bijna in. Tja, we zijn al best wel lang bezig op de boot en eigenlijk hebben we nog vrij weinig bereikt qua voedsel of drinken. Dus pakten we onze erpfles maar weer even. Oké, gozer, klein slokje, hè. Beloofd? Beloofd. Als je mij naait, bro. Nee,
het pad wel even omhoog doen. Wat vind je van het smaken? Heerlijk. Blauwe bessen, favoriet. Fuck, is hij ziek. Holy shit, je kan niet te lang werken of iets of wat dan ook doen. Ik zit er doorheen. Ja, we hebben ook niet echt enige vorm van voedsel gehad. Snel de gewone wereld zoeken. Oh, besef, we hadden ook gewoon naar de McDonald's kunnen. Lekker ding nemen. Bro, ik zeg eerlijk. Holy fuck. Ouwe, voel je dat ook? Ja. Het begint letterlijk een klein beetje te regenen. Het begint te regenen. Zie je dat op camp? Ja, zie je die drupjes die erin gaan in de zee? Ik weet nou eigenlijk niet of dat een goed of een slecht ding is. Ja, het water zit echt letterlijk tot en met hier. Oh, dit kan echt katastrofaal zijn. Bro, straks gaan we zinken. Om je heen is gewoon één groot zwart gat of zo, man. Stel je voor dat je erin flikkert en de boot zinkt. Dit is fucking eng. Alright. Ja, het meest gevaarlijke onderdeel van dit avontuur was aangebroken. De nacht. Jurre. Ja. Jij moet hier, man. Ik ga naar boven. Bovenop. Nou, dit gaat een van de meest verschrikkelijke nachten van heel mijn leven worden. How about you, Jurre? Oh, dit gaat echt hel, man. Ja, ik kan je nu al verzekeren dat we bijna geen enkele oog dicht hebben gedaan, omdat het gewoon puur onmogelijk is. Ja, veel slapen krijgen we vannacht niet. Ik wil niet meer. Gast, we moeten de video wel afmaken. Dat is goed. Kom op. Ja? Jij en ik, broer. We got this, bro. We gaan er samen voor. Helemaal alleen op deze oceaan. Holy shit. Was dat een haai of zo? Ja, ik weet het ook niet. Wat was dat? What the fuck was dit? Dat maakt me serieus, man. Oké. Tja, je moet je beseffen dat er letterlijk beesten van 3 bij 8 meter voorbij ons bootje kunnen zwemmen. Die ons letterlijk binnen een seconde om zou kunnen kieperen. Kan zien aan mijn gezicht, maar ik ben heel zeeziek. Bijna geen eten in mijn lichaam. Dit is echt heel zwaar, dames en heren. Wat is er? Gast, kijk eens wat er achter ons is, ouwe. We zijn bij land. We zijn aangemeerd, dicht bij land, maar het is denk ik nog 150 meter of zo, 200. Dus we moeten nog even peddelen. Oh, heb je ook zo fucking veel dorst? Niet normaal. Oké, ik ga kijken, want het heeft vannacht natuurlijk geregend. Ja. We hebben water, gast. Het ziet er alleen niet heel schoon uit. Hey, laat Joga voor mij over. Ja. Hey, wat doe je? Wat doe je, gast? Een schoor, ouwe. Die Arab fles is al bijna leeg. Dit is ons enige regenwater. We moeten het beter laten smaken. We kunnen het gewoon overgieten in die erbfles. Ja, opa erin. Ja, Jurre heeft hier een goed punt. Want door de geurpot die bij de erbfles zit, wordt er een geurtje vrijgelaten waardoor je hersenen smaak waarnemen. En dus is erb niet alleen een handig, maar ook een gezond product. Omdat je helemaal geen suiker of andere troep drinkt, terwijl je wel gewoon een overheerlijk smaakje proeft. En erb is natuurlijk het perfecte cadeautje voor je ma, je pa, je Jup, dat zo. Klopt. En vooral tijdens de feestdagen. Dus bestel er een via de link in mijn beschrijving en geniet ervan. We zeiden het al van tevoren, de golfstroom staat letterlijk landinwaarts. Oh, ook flinke wind, gast. Beter maken we wat meters vannacht, want die wind die trekt ons natuurlijk mee. Oké, en nu is het de taak om onze boot aan te meren op het eiland door middel van te roeien en wat te zwemmen. Maar we kwamen er al snel achter dat het roeien totaal geen nut heeft. En daarom gingen we net even wat slimmer nadenken en gingen we proberen te zwemmen met onze finnen. Oh, het werkt ook nog oprecht, gast. Kan jij draaien? En dus gingen ik en Jurre tegelijkertijd zwemmen aan beide kanten. En na letterlijk een kwartier gezwommen te hebben, kwamen we langzamerhand bij het eiland. Gast, oh, dit is veel te ondiep hier. Ja, dat zeg ik dus. Heb jij een plan? Nee, dit is heel dom. Ik kom hier niet meer weg, hoor. Oh, wow, 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 wow. Au, 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 au. Oh, yo, oh, oh, yo. Oh, oh, deze hele fucking ding stort in. Nee! Ja, ik ben nu echt gewoon... Ik weet nu niet meer wat we moeten doen. Thank you.
Alright Jurre, we zijn officieel aangestrand. We kunnen geen enkele kant meer op. Laten we onze gear en stuff gewoon pakken, de speargun meenemen, naar het eiland gaan. Dan moeten we hopen dat daar mensen zijn, anders zijn we echt lul. We hebben geen boot meer, niks. Alleen maar noodsituaties. Nee! Eten! Geen boot meer! We worden fucking gek, man! Tja, daar gingen we dan als twee broekjes op dit onbewoonde eiland, niet wetende wat het allemaal schuilhoudt. Alright, we zijn er bijna. Oh, dit is vermoeiend. Ja. Yes! We zijn op het eiland. Ah. Ik hoop echt dat dit een bewoonde wereld is, man. Anders komen we hier gewoon niet weg. We hebben geen boot, niks. Waar de fuck zijn wij beland? Het ziet er nou uit dat dit niet bewoond is. We zijn bijna een heel rondje omgelopen. Ja, nee, kijk. Het is gewoon één grote wildernis, man. Wat moeten we nu dan? Moeten we hier nog een nacht slapen of zo? Tja, we hadden beide gehoopt dat hier iets van de bewoonde wereld te vinden was. Maar helaas was dit niet het geval. En dus besloten we op dit eiland eerst maar eens onze eigen gezondheid op orde te brengen qua eten, drinken en andere. Gast, ik zie een fucking slang inderdaad. Ja. Ouwe! Ah, hij komt naar me toe, Gast, pas op. Als dat ding jou bijt, waar is hij? Hier, bij mij. Waar? Ja, daar gaat hij. Gast, ja, ik zie hem hier. Alright, nu we die slang hebben verjaagd, kunnen we mooi in een palmboom gaan klimmen voor wat kokosnoten. Want in kokosnoten zit natuurlijk super veel vocht wat we nodig hebben. Ja. Bro, hoe drink jij dit? Gewoon lekker. Hoezo? Hoe moet je dit anders drinken? Ja, oké, drink maar op. Ik heb toch geen glas? Dit is een kreeft. Dit kunnen we ook opbakken vanavond. What the fuck is dit? Het leeft gewoon. Oh, what the fuck. Oké, okay, dit gaan we dus niet eten. Ah, jij bent gek. Oh. Er zat nog een fucking beestje in. Gadverdamme. Speervissen. Dit is geen echt voedsel. Ja, dat hoor je goed. Ik en Jurre gaan nu met onze speargun op pad. Om lekker grote, dikke, vette fucking vissen te gaan vangen. Om vervolgens in ons verhongerde maagje te tieven. Alright, dit is niet echt de goede vis die we zoeken. Oh, ik voel me echt heel naar bij. Ik vind het ook heel zielig. Dit doen ze ook in de huidige maatschappij. Alleen ja, nu zie je even alles. Oké, ik heb even snel met een paar houtjes een kampvuurtje gemaakt. Die kan de vis lekker op. Oké, de vis gaat erop. Eindelijk voedsel, gast. We hebben hier zo lang voor gestreden. En nadat het visje natuurlijk goed is doorbakken, mocht ik eindelijk een hapje nemen. Oh jezus, hier zit nog een heel filetje aan, joh. Potverdikkie. Oké, Jurre, zie je dit? Dit is het oog van de vis. Zie je dat? Ja. Dat is gek. Yo, er zit nul voedingsstof in, denk ik. An incredible rescue caught on camera. A teenager lost at sea for 49 days with no food, no water and no way to steer. Er zijn echt zonder dol over de hele wereld talloze gevallen geweest waar mensen verdwaald zijn op zee zonder maar ook ooit het vasteland weer terug te hebben gezien. Maar gelukkig zijn er een paar uitzonderingen en dat zijn de mensen die echt alles op alles zetten. Net zoals ik. Ik eet nu gewoon een oogbal van een vis op en ik denk dat dat soort kleine details echt het verschil zijn tussen leven of dood. Maar voor nu moeten we een shelter maken, omdat we de nacht hier op dit eiland gaan spenderen, zodat we morgen verder kunnen trekken. Oké, ik moet even een paar stokken gaan vinden waar we zeg maar het frame van kunnen maken van de hut. Oké, stok nummer 1. Alright, ik merk dat je met dit soort survival challenges constant op scherp moet staan en altijd maar met een oplossing komen voor een onverwachts probleem. En daarom had ik in mijn achterhoofd het idee om na het bouwen van de hut mijn meegebrachte SOS flare gun te gebruiken. Want tijdens de schemering zal het rode licht enorm opvallen en dus hebben we een grote kans om ontdekt te worden door de mensheid. Ah, dikke kutzooi, jongen. Dit... Ik denk dat jij betere bouwkunst hebt dan ik. We gaan even zien. Ja, ik kan je nu al vertellen dat Jurre een net wat technischere kijk heeft op het maken van een hut. Rasje erop. Nou, goed voor de wind, goed voor regen.
Top, die kunnen wel slapen denk ik. Yo Jurre, wat heb je daar in je handen? Een flare. Dus deze gaan we nu afschieten. En dan hoop ik dat mensen daar het gaan zien, zodat ze ons kunnen redden. Ja, ik zie hier ook echt helemaal niemand. Maar ja, wie weet. Dit is ons enige redmiddel, man. Keihard trekken in één keer, denk ik. Ja, fucking hard trekken. Ja, ik heb gebroken, denk ik. Nee! Dit is jammer, gast. Werkt het niet? Oh, misschien moest je hem draaien of zo? Nee. Nee. Ik denk dat hij werkt, man. Kut. Hey bro, dan moeten we dus morgenochtend hier gaan zwaaien met stokken en zo. Naar lokale vissers of zo die voorbij, misschien voorbij komen. Dit was ons enige plan, hè? We hebben nu geen plan meer. Oprecht niet. Nou, laten we maar gaan slapen. Dit wordt toch helemaal niks. Oh, wat kut dit. Eerlijk? Gisteren nog beter geslapen op die fucking boot. Oh, what the fuck? Wow. Wat doe jij, jongen? Idiot. Oh, kijk die muggenbroek. Dit is dus kokosvlees. Dit is ook wat voedsel. Hier zitten wel wat nutriënten in. Ja, lekker. Naar huis. We willen naar huis. We willen naar huis, G. Dit was denk ik de meest nare nacht van heel mijn bestaan. Sorry. Ik zit er echt doorheen. Ik heb niet eens een uur geslapen, denk ik. Ouwe, kijk die boot. Gaat niks meer worden. Wij kunnen niet meer op die boot. Hij is gewoon letterlijk gezonken in de nacht. Kijk dit. Wat? Het is gewoon helemaal kapot. Ja, hier is niks meer van over. Dit is helemaal uit elkaar. Hier, ja. Nu moeten we wel een manier bedenken hoe we van dit fucking eiland af kunnen komen. Hier zijn geen letters. Onze boot. Dat is niet zoet. Tja, dit bootje kunnen we natuurlijk niet meer gebruiken. En dus moeten we creatief zijn hoe we bij de bewoonde wereld kunnen komen. Alright, even een ontbijtje halen, denk ik. We gaan even een ontbijtje scoren. Let's go, ik heb honger. Ja. Lek. Zo, ik heb wel een slechter ontbijt gehad. Ja. Ja. Oké, het ontbijtje zit in onze maag. En dus hadden we nu wat energie om te gaan focussen op het bereiken van de bewoonde wereld zonder een boot. En dus hadden we bedacht om een enorm kampvuur te gaan maken. Dus dit is onze enige kans. We hebben hier al wat vissersbootjes gezien. We zien daar al een heel klein dorpje. Dus als we een goed signaal aan hun laten zien, dan betekent dat hopelijk genoeg om ons op te rampen. Alright, we maken hier het campfire. Hier hebben we al een soort van beginsel klaargezet. En uiteindelijk tieven we dus deze kokosnootdingen erop. En dan gaat het fucking hard roken. Ja, kijk. Ja, dat gaat echt in één keer, jongen, dat kokosaar. Het begint te branden. Yo, yes. Ja, yes. Top. We moeten hier weg. Maar besef even dat dit onze laatste reddingsmechanisme is. Oké, het brandt. Kokosnoten erop, bro. Kokosnoten. Dit gaat heel erg roken, man. Ja, kijk, het gaat al. Ja, rookt het? Het rookt al. Go. Laatste hoop. Dit is onze laatste hoop, bro. Oké, zien we bootjes? Nog niet. Ah, het heeft misschien tijd nodig, wat? Kijk daar! Is dat een boot of niet? Of lijkt het zo? Oh, volgens mij wel. Ik zie iets oranjes nee, of zo. Nee, toch? Ik zie iets oranjes, man. Ik denk dat het een boot is, oprecht. Oké, misschien denken ze niet van oké, dit is een signaal. Misschien denken ze gewoon dat we een vuurtje aan het stoken zijn. Dus laten we geluiden maken, je shirt in de fik steken en zo gaan doen. Ja. Wie weet dat het helpt en dan ja, moeten we er gewoon op hopen. Ja, dat is een klein vissersbrootje. Ja, die is gewoon ja, vissersbrootje. Okay, het is nu of nooit, bro. Het is nu of nooit. Go. Nee, dan gaat een vloesje. Oh, het is een beetje Het is nog een naad. Ja. Oké, nu zwaaien. Help! Oh, die komt gast. Het is vet. Wat? Oké, kom op. Het is nog beter dan die flare. Het is het nu of nooit. Komen ze? Ja, ik zie iemand. Ik zie mensen. Ja? Kijk. Ja. Hij heeft oranje shirt of zo. Ah!
Help! Oké, dit moet werken. Ja, ze komen dichterbij. Ja, die bootje komt. Ja! Lekker, we zijn gered! Maar misschien zijn ze vervelend of irritant. We zijn er nog niet natuurlijk. Nee. Komen ze wel? Ik ga fluiten, ja? Ja! Ze komen! Ik kan het niet. Help! Dat dit ook gewoon heeft gewerkt. Ik dacht, dit gaat nooit werken. Fucking dom karavuurtje met dat rook. Ik heb mijn stuk gepakt. Laten we nu gaan praten. Tja, op dit moment gierde er echt een blijheid door mij heen wat ik nog nooit gevoeld heb. Want toen de boot kapot ging tijdens het aanvaren tegen het koraal voelde ik angst. Want ja, toen wist ik dat je zonder boot natuurlijk nooit van het onbewoonde eiland afkomt. En dus kreeg ik daarvan uit het gevoel dat we nogal lang op het eiland vast zouden kunnen blijven zitten. En je moet begrijpen dat je dan echt mentaal kapot gaat door het slechte slapen en de verhonger. Maar goed, nu is het nog de vraag of deze vissers daadwerkelijk vriendelijk zijn. Hallo! Hallo! We need to go to the mainland! Where this Lens! We made a YouTube video here. But it got a little bit out of hand. We were stuck. What do you have? Yeah, help please, help. We have no boat. We have no boat. Where is your boat? Where is your boat? Yeah, boat over there. There. Boat sank. Yeah. What's your name? Frank. Your friend, oh. Can you help us? Yeah. Yes. We need to go to the population. There. Yes. There. Where? There? Yeah. People yeah. There? Yeah. Okay. Can please. Yes. Please, friend. Please. We are very hungry. Maybe. Yeah, I have water, yeah? Water? Yeah. Water, good. Yes. Water. You are hungry? Yes. You hungry? Water. You drink? Yeah. Water. Yes. Biscuit? Ja, gelukkig zagen deze mensen dat we er wat verwaarloosd uitzagen. En dus hielpen ze ons meteen met wat water, crackers en zelfs een t-shirt. En uiteindelijk, na 10 minuten gevaren te hebben, kwamen we eindelijk uit bij de bewoonde wereld. We hebben het gehaald, man. Tot de volgende video. Later.